Mam, ik heb een plan. Wat? Als ze nou nog een extra munthee meenemen, die doen we als giveaway. Ik ben 12 jaar oud en ik ben blind en het is vandaag de laatste dag ik eruit zie. Ik ben net wakker en we gaan vandaag nog even naar de winkel en om de laatste spullen te kopen en afscheid nemen van iedereen. Omdat we morgen vroeg om 7:00, het liefst nog voor 7:00, gaan we vertrekken naar Nederland. Dus het is vandaag de laatste dag. Tot zo. Is dat leuk? Daar past echt wel heel veel in. Ja. Is die wat voor mij? Ja, het staat nog niet eens zo stom. Nee? Ik zou zeggen dat hij wel heel erg groot is. Hij is wel groot, maar ik vind hem wel leuk. Daar is wel wat in. Ja, daar past echt wat in. Sjouwie en Breuk. Dat is wel mooi, hoef ik niet altijd mijn tas meer mee te nemen. Nee, nu wel. De laatste tassenwinkel van deze vakantie, jongens. Kijk. Oh ja, mooi. Hè? Eindelijk. Ja. En misschien zijn er paardjes, echt heel kinderachtig, maar dat is gewoon leuk. Ja, dat is nou, we gaan weer op jacht. En anders mag je wel in de spacecar. Wat is dat? Een autootje. Ja, dat win. Kom, we gaan verder. Ik zie wel een draaimolen met een paard, Marie. En hier allemaal autootjes en achterlijke dingen. Maar ik zie nog geen paardjes, ik ben bang. Die zijn zo leuk. Ik weet waar ze staan. Oh, ze nou. Hebben daar een hele stal. Papa. Ja, ik weet waar ze staan. Geen paardjes meer. Het ziet er nou uit dat jij paardje moet spelen. Hé? Hey? Ja. Het is geen paardje, maar hier is wel een... Een fiets! Ik moet er helemaal te stoppen. Ja. Schat, ja. Niks aan te doen, lieverd. Maar wat hebben ze boven? Misschien hebben ik denk de... parkeren. Nou, we zijn er bij de Inspar en we gaan worst en kaas kopen. En flesje water voor de reis. Want je hebt zeg maar Kroatische worst, die nemen we altijd mee. Die smokkelen we over de grens en dat doen we eigenlijk altijd. En dat mag eigenlijk niet, maar het is gewoon zo lekker. En de kaas nemen we ook mee, want het is hier echt een hele lekkere kaas. Jongens, hebben jullie wel eens wat over de grens meegesmokkeld? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wij in ieder geval wel. En we hebben ook fresh water. Die gaan we allemaal in het hotel gaan we in de ijskast in de vriezer leggen, de worst en de kaas. En fresh water gaan we in de vriezer stoppen. Als ijsblokjes, zeg maar, als ijsdingen. Want dan nemen we gewoon normale fresh water mee op de reis. En dan die ijsdingen voor erbij om een beetje koud te houden, zeg maar, als ik het goed uitleg. Dus ja, gaan we even kopen. Nou, naar de Inspar. En weet je wat ik ook ga kopen, jongens? Wasmiddel. Oh ja, wasmiddel en thee. Ja, want ze hebben hier zo lekker wasmiddel. Hier ruikt het allemaal veel lekkerder. Ja, en ze hebben hele lekkere munthee. En hele lekkere munthee, ja. Nou, let's go. Mam, ik heb een plan. Wat? Als ze nou nog een extra munthee meenemen, die doen we als giveaway. Oh, zullen we dat doen? Ja. Oké, okay, jongens, jullie hebben het gehoord. Mensen, zeg maar als je in reacties... munthee, hij is echt heel lekker. Speciaal munthee uit Kroatië. Ja, leuk. Als je dan terug bent van kamp, dan gaan we loten. Ja. Okay, oh ja, en nog over die petjes. We moeten wel allemaal blijven abonneren. Tegen iedereen zeggen dat ze moeten abonneren. Want bij de 20.000 ga ik 10 weer weggeven. Maar dat duurt nog zo lang, want ik ben alleen maar aan het dalen. Maar, ja. Zeg even gewoon tegen al je vrienden dat ze moeten abonneren. En dan gaan we lekker de petjes weggeven. De boodschappen hebben we al. Ja. Zelfs een hele grote speelgoedafdeling bij de supermarkt. Ja, van waterpistolen tot Duplo, Lego. Je kan beter vragen, wat hebben ze niet? Knuffeltjes, snoep, babyspullen. Ah, wij zijn te groot voor dit. Welke valt af? Die valt af, denk ik. Oké. Okay.
Oké, gaan we op zoek naar een ander merk. Nee, met deze zocht ik nog één keer even. Nou. Oh, wacht maar. Doe maar even niet voordat het allemaal op de grond ligt. Maar hij is echt heel lekker. Waar ruikt hij naar? Naar... Weet ik niet. Wat staat er ook op? Perfume until next wash. Nectar inspirations. Ja. Bloemennectar. Dit gaan hem worden. Ja, is lekker. Nou, neem mee. In de kar mee. Eeuw, je ruikt naar pis. Eeuw. Ja, deze ruikt naar wijn. Wacht. Wij zijn echt raar, we lopen hier wasmiddelen te ruiken. En dan nog die gele. Ja. Deze ruikt ook wel lekker. Dit is naar Morning Sun. Nee. Ik vind het een beetje citroentjesachtig. Nou, dan moeten jullie beslissen. Gewoon twee van deze. Ja, ik vind die ook echt het lekkerst. Nou, twee? Ja. Maar als die open gaat in de auto, nee, gaat niet doe maar open, dicht, maar even voor. Goed dicht. Laat mij nog één keer ruiken. Nou, we hebben heel veel worsten gekocht en wasmiddel en Tommy mayonaise en nog meer worsten. En kijk, dit is Tommy mayo en dat is echt heel lekker. Zeg maar een beetje, ik weet niet hoe leg je dat aan, nou, het is echt heel lekker. En twee stukjes kaas. En je hebt kaas en we hebben kaas. Waarom zo weinig? Ja, omdat ze hier niet het merk hebben wat we normaal op paak kopen. Volgend jaar, als we dan een dagje naar Baken gaan, halen we gewoon grote stukken bij de... Maar het staat niet in de Kroatische winkel bij ons? Nee, maar we gaan deze gewoon proberen. Wel imitaties, een soort gelijk verhaal. Kijk, een lekkere grote worstjes. Allemaal lekkere dingen. Lekker! Vol calorieën. Ja, nee. Wij zijn goed bezig. En nog de thee. Ja, de thee. Ja. De thee, goed zo. Het klinkt echt truttig dat ik thee ga geven, maar hij is echt... We hebben ze echt van, het is echt zo lekker. En het zijn ook mega verpakkingen. Dat ja, was echt heel groot. De thee los in een envelop versturen, ja, Marie. Ja, dus moeten we... Oh, leg daar maar neer. Ja, dus dan moeten we even thee in dat envelop. Nou, let's go. Lekker. Nou, we zijn nu bij een vriend van mijn ouders, Victor. En hij heeft een schoen- en sleutelmaker ding. Dus ja, en dat is onder de grond. Omdat het heel warm is, toch? Nee, omdat je hier heel moeilijk kan oversteken bij die drukke weg. Heb je ondergronds oversteken, zeg maar. Ja. Hey, maar film even een gedeelte van Nieuw-Zuid. Ja, en daar heeft Robert's oma gewoond in die flat. Ja. Op de? Zevende. Zevende. Starabaka. Ja. Ja. Daarna ben jij vernoemd. Laat een beetje de omgeving zo zien. Daarna... Wat? Ja, dit is Nieuw-Zagreb. Daarna, jij bent vernoemd toch naar de Starabak, naar de Bakakata? Ja. Katharina. Katharina. Tweede naam, doopnaam. Ja. Nou, Victor zit hier niet meer en dat heeft Victor ook al een keer verteld. Ja, dat weten we niet. Nee, dat weet ik niet zeker. Maar hij zat. Oh, kijk, hij zat. Alles is hier dicht. Oh, nee. Ik zei ja, alles is hier dicht. Hij zit er niet meer. Maar hij zit er nog wel. Oh, als enige. Als enige. Nou, we zijn nu bij de pizzeria waar we elk jaar komen. Ik kwam net een vuile trap af. En die had nog wel haast. Oh, daar ben ik niet zeker. Die was aan de rechter, jongen. Ja. Ja. Nou, dit is wel rustig. Oh, laatste. Ja. Kijk eens, met wie zijn we? Met oom en tante. Jee, gezellig. De pizzeria heet Doeksa. Ja hoor, daar is het. Lekker? Ja. Pino. Kijk eens hoe dun de pizza's zijn, jongens. Rika. Katrina. En Robby. En ik ook. Ik heb een pizza zonder tomatensaus. Maar met allemaal lekkere dingen. Oh, yummy. Eet smakelijk. Dobbertek. Omdat wij morgen weer naar huis gaan, gaan wij nu afscheid nemen van oom en tante. Dus, nou, in ieder geval van tante, want oom gaat nog even mee naar Jet. Naar opa en mama. Ja. Nou, Strina. Mom. Don't you open. Don't you open. Lippo, polica. Het is voor je, Goriel. Daarna. Daar.
Cioè vediamo se Valda droge koningin in het toilet. Nou, we gaan even afscheid nemen van mijn overgroot oma en mijn... Zo, die gaat echt nog een keer in de bak. Rustig praten. En opa, kijk jongens, hij kraakt. Die gaat vandaag morgen echt in elkaar storten. Nee, vandaag niet. Die gaat al 100 jaar mee. Ja. Hier is Baken. Hoe kan zeg maar Drogi. Drogi Yiddish. Oh, is toen wil ik jou ook een kus geven. En hier heb je Jedda. Jedda. Dissi Marina. Bok bok. De vidiš kak su oni juče zajedno. U Džovi i ja smo išli negdje šrafiti u trgovinu. A ona ti si moja gadura mala. Jedi da ma ne puši to na snim. Je ben se su oni sporadili. Hvala. Angry ga. Bok. Bok. Bude dobra. Budeš. Gaan we ze missen, Marina? Daar. Ja, heel erg. Ik kom eens even schilderijtje kijken, dat is misschien wel leuk. Deze hier, Joey. Die mag je zeker checken. Weet je die nog? Ja. Ze zit ze. Ja? Die heb jij gemaakt. Maak eens even een screenshotje. Tenminste, een screenshot. Een filmpje. Ja, ik heb hem moeten filmen. Ik heb het voor haar gemaakt. Nou, dan gaan we. Ik ga ook even gedag zeggen. Nou, het is nu avond en ik ga lekker slapen. En ja, ik heb aan de ene kant wel zin om naar huis te gaan, want ik mis de dieren en opa en iedereen ook gewoon heel erg. En de paarden en zo. En mijn vriendinnen. En de familie. Maar aan de andere kant, ik vond het wel echt heel leuk hier en ik ga alles hier wel heel erg missen. Want ik kom natuurlijk maar één keer in het jaar. En ja, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Abonneer allemaal op mijn kanaal en dan zien jullie mij morgen weer bij een volgende video. Joehoe!